Yo, kijkers van Online Games en welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Goed Engels, zoals jullie zien jullie mijn opgramprogramma. Dat zal ik je vertellen. Nou, maar ik heb een andere, dat zie je eigenlijk automatisch maar alleen het spel en verder niks. Nou, goed. Toen ik dat deed, ja, toen ging alles fout. Kijk, als ik nu gewoon hier op klik, kijk, dan is het gewoon zwart. Het spel. Hij doet het gewoon niet. Dus daar moet ik hem even zo. Goed, dus daarvoor. Zo kunnen jullie, maakt niet zoveel uit, zo kunnen jullie zien, maar. Kijkers, ik zal nog een keer de intro zeggen. Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug bij een gloednieuwe video van Rollercoaster Tycoon 3. Gloednieuwe week allemaal. Sorry dat de micro rommelig is gegaan, maar ja, waar zijn we mee gebleven? Ja, vrijdag ja, hebben we natuurlijk fantastische pak opgenomen. Even iets harder zetten. Als jullie zien, zitten er al mensen in, kijk maar hier. Dat ding draait. De achtbaan die gaat ook. Kijk maar. En een achtbaantje. Er zit maar één persoontje in, maar ja. Goed. Ja, wat wou ik eigenlijk vandaag gaan doen? We hadden natuurlijk vrijdag gezegd dat we hier zo'n attractie neer gaan bouwen. En ik weet ook al welke attractie. Hier komt die. We gaan hem namelijk zelf bouwen. Even kijken waar die staat. Ik geloof dat hij hier ergens stond. Hier staat hij dus niet bij, volgens mij staat hij hier bij. Ja, een van die. We hebben een spookhotel, spooktrein, wagens. Dat is gewoon even om wagens te gaan bouwen. Nu moeten we deze wel zo doen. Oké. Waar gaan we de ingang neerzetten? Ja, het moet natuurlijk niet al te groot zijn. Het stationnetje mooi zo hier. Hier kunnen we. Eén station, twee. Zo kun je zien, mijn taakbalk wel zien, hè. Als jullie het zien. Nu moet ik eens even gaan kijken. Hoe we dat gaan doen. We kunnen hem dadelijk hier zo'n. En maak dat hij dan hier zo op het water gaat. Dus hier zeg maar zo'n brug bouwen. En natuurlijk dadelijk wel de bedoeling dat hij zo. Oh ja, en mensen zeggen, ik ben hier heel dramatisch. En dat betekent dat ik hier heel erg slecht in ben. Kijk, dan gaat hij hier zo weer over het water. Oké. Vind ik het zo wel genoeg. Dan keren we hem. Zo.
Je crois. Nee, dat zijn niet zo mooi. Ja, dat ziet er wel mooi uit. Maar zat hier het einde. Dat is het einde van de dingen. Dan komt hier. Misschien onderdoor van het bos. Ja, ik kan ook omhoog, maar eerlijk gezegd vind ik dat niet mooi. Ja. Een ijsbocht kunnen we niet maken. 1, 2. Dan plaatsen we hem zo. En dan kunnen we misschien wel richting trossen. Dus. Dan gaan we nu. Zo. Zo. Dan gaan we misschien hier dan langs. Achter. Nou. Oké, ik kan het dan zo wel lang. Ja. En van daar, het van daar. Deze pad hadden we juist. Zo. 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 Oké. Nu moeten we hier zeg maar een soort van meertje van gaan maken. Kijk zo. Het moet natuurlijk niet gigantisch. Goed, gaan we dan nog gewoon. Gewoon. Eerlijk gezegd vind ik dit wel, ja, wel wat hebben. En misschien kunnen we dan nou misschien wel een pad zo naartoe brengen. Misschien is dat wel een mooi pad, die dan zo gaat. Dat je dan ook hier achter iets hebt. Misschien kunnen we dat dan iets wel hebben. Oké. Dat hebben we dus gehad. Ja, hier kun je zien hoeveel mensen dat zijn. Er zijn 890 mensen ingegaan. Oh ja. En nog één ding. Wij gaan richting 50ste gaming video. We gaan daar richting naartoe. Dat betekent niet in één video, maar alle video's bij elkaar. Dus die van Tanky Online en die van Dogshooter. We zijn samen bijna in de 50's. Volgens mij is dat morgen die van Dogs of Tanky. Moet nog uitdrukken. En gisteren kwam ook de eerste video online. Dat is dus een maand geleden. Dus gisteren een maand geleden is op... Ja, het is vandaag zondag. Ik kwam eigenlijk vorige maand op 10 maart. Kwam die eigenlijk online? De video. Goed. Oké. We gaan de mensen. Nee, wacht, dat doen we niet.
Moet dat, dit is nog wel kaal gebiedje. En wat doen we altijd? Uiteraard. Bloemen. Deze bloem die wil ik ook een beetje de laatste tijd gebruiken. Dus. Hyper 8.1 is gerepareerd. Mooi. Zo zien jullie dat dit gewoon een heel mooi gebied is. Ja, hier kunnen daar ook nog wat bomen. Ja, we hebben natuurlijk hier een meertje. Hebben we daar natuurlijk... Waarom kunnen hier niet iets van dit? En dan... Ja, zo zie ik het. Uitbarstende vulkaan. Ik geloof dat het een echt leuk idee is. Maar alleen... Oh ja. Als we die nou gewoon daar zo neerzetten. Ook al zit hij een beetje in het water. Het is niet zo erg. Ik kan hier best wel mooi. Kijk, je ziet dat het blauw is. Als je daar dan rijdt, dan gaat het ding beginnen. Kijk maar. Goed, dan zetten we hem even gewoon. Vast. Geweldig, hij gaat de andere kant op. Dus dan kwam eigenlijk in die hoek, maar... Kijk, als we dus die gaan neer gaan zetten. Het goed op. Daar gaat het ding. Zie je? Sluit je uit. Dus. Oké. Ga je die gewoon hier? Die doen. En de rest die vullen we gewoon op met bomen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Ja, op zich. Gaat wel. Hier daar. Oh ja, ik kan best wel open. Hoeveel? Is 3 genoeg? Ja. Nee, ik doe het toch 4. Achteren. Ik laat ze gewoon even allemaal testen. Kan de rij gewoon niet aan vast komen. Zo. Oké.
Zie je? Ja, tof. Kom dadelijk bij de dino uit. Dan mag hier zo de boom. Zie je? Kijk hoe mooi dit dan wordt. Wordt dan best ziek mooi hoor. Uiteraard moeten dan natuurlijk wat aantal bloemen. Kijk, die kun je gewoon op elkaar. Ziet toch niemand. Nee, dat ziet er niet mooi uit. Zo. Dan ga je echt richting in een bos. Ziet het er gewoon ziek uit? Ja. Dat kan best wel. Zo, ziet er, die is best wel groot. Nee, dit van die roosjes, die zijn ook wel mooi. Kijk maar hier, zo kan nog wel wat. Dat vind ik het eigenlijk wel een beetje mooi. Ja, alle gebieden mag heus wel. Nee, hieronder gaat niet. Dat is dan echt... in een bos komt. Vraag je dit stukje. Kijk hoe mooi. Ja. Dan doen we ook nog even... Die. Een prullenbak erbij. De ingang ook nog even in kleur geven. En nu kunnen jullie zien dat hier mijn taakbalk is. Ja, dan is dat wel een beetje te fel. Ja, dit is best wel mooi. Zullen we het dan maar zo gaan houden? Ja, dit stukje. Oftewel. Tegen. Zetten we die daar? En wat precies die hebben we al, hè? Wat staat daar? Ja, dat is een friet. Ja, friet die staat daar, ja, een drink die staat daar met hamburger. Is het ver? Maar die hebben we. Staat hier ook nog iets? Alleen een wc. Als die nu gewoon langs de wc's neerzetten. Gewoon die zo hup, boem. Kijk zo'n lange rij hier staat.
En met de achtbaan. Oeh, kijk eens. Mensen vinden het gewoon leuk om in de achtbaan te zitten. En deze junior achtbaan. Ja, die staat tot hier. Oké, die gaat wel zo, hè. Dat is wel een kleine rij, maar ja. Ook wel leuk. Nou. Ja. Hier, dit stuk moet je nog allemaal boemen komen. Maar dat komt nog later. Hebben we deze attractie mooi gebouwd? Ik denk dat we morgen... Dat we dan die pad zo neer gaan leggen. Dat denk ik oprecht, hè. De monorail die gaat er fijn doorheen. Goed, ik ga het hierbij laten. Voor vandaag. Morgen zijn we dan natuurlijk weer gewoon terug. Een gloednieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ik hoop dan deze ellende weg is. Dus mijn OBS-scherm. Ik kan er nog wel even kijken. Nu zie je. Het werkt gewoon niet. Goed. Kijkers, vergeet natuurlijk geen like of het doen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En dan zien we elkaar gewoon morgen weer. Dan weer, hè. Tot dan maar weer. Mazzel!